Kinderen mee te komen en potplanten kunnen we dan goed op kweken. Dat doen we zelf niet, maar dat zijn natuurlijk afdelingsorganisaties. Hoe kom je nou eens kozen op zo'n soort ideeën? Want het ligt toch wel buiten de reguliere paden waar je als onderneming mee bezig bent. Dat ligt helemaal buiten de paden. Eigenlijk, we hebben al een tijdje het, zeg maar het motto, we willen verspilling voorkomen. Met dat project zijn we dus aan het zoeken naar al dit soort innovaties. Dat dal van A naar B. Waarom gaan de schapen, hè, zoals die hier getekend zijn, naar die wei die aan de andere kant groener is? Dan moeten ze dus weten A, dat het groener is, en B, hoe ze er moeten komen. En wat we ook hebben gerealiseerd, en wat ook gezegd is, er wordt heel goed beleid gemaakt. Daar merk ik niks aan. Er zijn echt goede ambtenaren, die maken mooi beleid. Alleen, er zijn ook weer regelambtenaren, en die maken dan weer regels van, we hebben hier een mooie weg. Alleen, we hebben ook een aantal borden waarom je dus nu niet over die weg mag gaan, want het is gevaarlijk, en bijvoorbeeld, er zit geen hek langs dit en dergelijke. Dus met andere woorden, hey, jammer, we hebben wel een weg, hè, het beleid is het, maar we mogen dat dus niet gebruiken. Dus daar zit een probleem, hè, van A, duidelijk maken dat die andere top een betere top is om heen te gaan. En B, en ook zorgen dat je over de weg van de ene top naar de andere mag gebruiken. Als je nou eens in een one-liner zonder komma's aan Jacqueline Kramer, die daar door omstandigheden vandaag helaas niet kon zijn, ze wou je heel graag zijn, zou moeten adviseren om een stuk van die weg te gaan afleggen. Wat is dan de kern van de boodschap aan haar? Laat de beleidsman ook de regels maken zodat de weg toepasbaar is.